naam is Herman. En ik ga jullie wat dingen laten zien. Waarvan ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik heb, meneer, hoe is uw naam? Erwin. Ik heb hier vier munten liggen. Een van deze munten is een magische munt. Heb je enig idee welke dat is? Die. Ik ga je helpen. Ik zat aan dit te denken. Ja, nou, dat blijkt wel. Dit moet hem zijn. Ja. Nee, dit is een hele aparte munt. Als je die namelijk in je elleboog steekt, komt hij hier weer vandaan. En als je dat andersom doet, en vice versa, komt hij hier weer vandaan. Met een kaarttrucje. Gewoon een normaal kaarttrucje. Heb ik even twee vrijwilligers nodig, u en u. Ik wijs ze gewoon aan, dat is wel makkelijker. Ja. Jouw naam is? Arre. Alang of de? Alang, ja. Alang, ja? Oké. Okay. Nou, Greetje, dat weet ik. Arre, zou jij een kaart uit deze hand willen pakken? Greetje, zou jij een kaart uit deze hand willen pakken? Laat mij niet zien welke het is. Oké, okay, goede keuze. Ja? Dan krijgen jullie van mij een wildschrift. Allebei. En dan wil ik dat jullie aan de beeldzijde van het spel even je naam schrijven. Aan de beeldzijde, dus niet. Ja. Ik zal niet kijken. Als je daarmee klaar bent, dan wil ik graag de stift terug. Voordat je de kaart teruggeeft, want die stift is 2 euro. De kaart is 20 cent en ik zit hier op centen. En je mag de kaart hier tussen steken. Waar je wilt. Zodat het lijkt alsof alles, al het vals spelen 100% eerlijk gebeurt. Weet je wat, we maken het echt eerlijk. Gaat u hem eens, toch? Ja. Erwin? Ja. Toch weer die aas. Toch weer die aas, hè? Ja, ik ben dol op aas. Ik heb er zelfs een tatoeage van op mijn arm. Goed. Arre, ja. Jij hebt een kaart gekozen. Ja. Dat was geen rode kaart. Ja? Nee, het was geen rode kaart. Ja. Klopt, hè? Ja. Ja, dat kon ik hier, want het zijn allemaal blauwe kaarten. Maar Greetje, jouw kaart, volgens mij is jouw kaart de, we gaan eens even kijken of het lukt. Twee fotografen. Ik denk dat jouw kaart de ruitenijn is. Stift leeg. Ja, mag hier een beetje zijn werk van doen. Was dat? Ja. Je mag hem houden. Oh, aanwerken aan vandaag, de verjaardag van Lin. Ja, leuk. Ja, leuk? Ja. Het is ook 5 geworden. Ja, want 5 is mijn lievelingsgetal, dus ik toch toevallig. Dat wist ik, daarom had ik het plek hier. Arre, we hebben nog een speelkaart te vinden. Ja. De kaart die jij gekozen hebt, welke kaart was dat? Je mag het gewoon zeggen, waar iedereen bij zit. Ruiten 10. Oh, je ziet dat kistje daar al de hele tijd staan. Je mag hem zelf openmaken. Is dat de kaart die jij gekozen hebt? Ja, zeker. Normaal gaan ze helemaal los.